Herstel op de vastgoedmarkt blijft vooralsnog uit. Eerder werd nog verwacht dat die markt dit jaar zou aantrekken door hogere investeringen. Maar het valt dus toch tegen, meldt vastgoedadviseur Colliers. En bij ons is Madeline Buijs, zij is hoofdresearch daar, econoom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in de eerste helft van het jaar daalden de investeringen nog in die sector met 2%, terwijl u toen had gerekend op groei. En nu hebt u toch de prognose een beetje moeten bijstellen. Waarom? Ja, dat klopt inderdaad. En dat heeft met name met een aantal sectoren te maken. Dat is de kantorensector, de kantorenmarkt. Daar zie je echt dat daar het herstel weg of achterblijft. En als je ook naar het industriële en logistieke vastgoed, dus bijvoorbeeld de distributiecentra, kijkt, daar zie je ook dat het eigenlijk minder goed gaat dan eerder verwacht. En waar zit hem dat in? Heeft dat te maken met macro-economische omstandigheden, rentestanden bijvoorbeeld? Nou, de rente heeft natuurlijk zeker nog wel een effect. Maar op de kantorenmarkt zie je met name dat er toch nog steeds twijfels zijn over hoeveel gaat het personeel nou naar kantoor, het hybride werken. Waardoor toch de investeringen uitblijven. De beslissing om bijvoorbeeld een nieuw kantoor te kopen, dat blijft uit. En je ziet bij het industrieel en logistiek vastgoed, daar zijn veel minder locaties beschikbaar voor nieuwe distributiecentra. Mm-hmm. Dus daar zie je eigenlijk veel kleinere transacties, waardoor je uiteindelijk het totale volume wat tegenvalt. Ja. Met de aan- en verkoop van woningen gaat het wel goed, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. In het eerste halfjaar is daar zo'n 1,4 miljard euro aan woningen verkocht en aangekocht. En dat is echt best wel flink meer, zo'n 23% meer dan vorig jaar. En je ziet daar met name dat de wet betaalbare huur is door de Eerste Kamer. Dus daar is wat meer zekerheid. Mm-hmm. En je ziet daar met name dat daar partijen heel veel woningen kopen die zij vervolgens eigenlijk één voor één aan particulieren gaan verkopen. Dus daar zie je met name dus die wat meer private investeerders die actief zijn. Ja, ja. Nog even kijken naar winkelpanden. Dat is de categorie die we nog niet besproken hadden. Neemt toe in populariteit. Terwijl ik toch dacht dat we inderdaad een soort trend hadden van minder bricks en meer kliks. Ja, dat klopt inderdaad. En natuurlijk nog het online winkelen, dat is nog steeds populair. Maar je ziet wel dat eigenlijk ook het winkelvastgoed toch wel weer in trek is. De afgelopen jaren hebben we gezien dat eigenlijk de waarde daarvan of de prijs daarvan echt wel een stukje naar beneden is gegaan. Mm-hmm. Waardoor het en aantrekkelijker is om weer een winkel aan te kopen. En je ziet ook wel dat er echt wel investeerders weer terugkomen naar de binnenstad. En dat is natuurlijk in de coronaperiode viel dat weg. Omdat we konden allemaal niet geen dingen kopen in de binnenstad. En nu zie je eigenlijk dat daar wel weer interesse in is. Ja, dat vertrouwen is dus een beetje terug. Wat is er nodig om die vastgoedmarkt te boosten, wat herstel te geven? Nou, ik denk wat heel erg belangrijk is en wat ook echt het tweede half jaar wel gaat tekenen, is de overdrachtsbelasting. Die is vrij hoog, ook als je kijkt in Europees perspectief. 10,4% op dit moment. Nou, daarvan is al wel aangegeven dat die mogelijk omlaag gaat. En dat zou enerzijds voor de vastgoedsector heel goed zijn. Maar wat we wel verwachten is dat die op z'n vroegst per 1 januari omlaag gaat. En als die mededeling bijvoorbeeld met Prinsjesdag komt, dan kan je wel gaan zien dat er juist heel veel aankopen eigenlijk over het nieuwe jaar heen worden geteeld. Mm-hmm. Omdat je daar dan natuurlijk minder belasting hoeft te betalen. Maar dat moeten we dus even afwachten, de derde dinsdag van september. Dank Madeline Buijs, econoom en hoofdresearch bij Colliers.